Dag Chris. Goedenavond. Goedenavond. Dag Chris. Je kijkt een beetje verbaasd. Ja, omdat ik niet zo heel goed weet waarom ik hier in één keer zit. Goedemorgen Hallo. Iris. Goedemorgen. Kun je ons goed verstaan? Ja, ik kan jullie goed verstaan. Goedemorgen Julia. Je bent door je ouders voor de laptop gezet vanochtend. Ja. Want je denkt dat je een jurygesprekje hebt. Je bent een beetje ingeluisterd door je vader en je moeder. Maar ik geloof me maar, dat is met de beste bedoelingen. Jury was unaniem heel erg enthousiast over jou. We hebben ook heel erg leuk nieuws voor je. Namelijk dat jij een prijs wint bij het concours. Maar voordat ik je ga vertellen welke prijs dat is, laat ik graag even het woord aan jouw pianocollega Wouter Berghuizen. Nou, Julia, van harte proficiat om te beginnen. Je hebt echt onwaarschijnlijk mooi gespeeld. Nou, Chris, allereerst van harte proficiat, want je hebt ontzettend mooi gespeeld. Dank je wel. En dat vond ik niet alleen, dat vond eigenlijk de hele jury. Nou Julia, dat zijn mooie complimenten aan het begin van de dag. Ja. Ja, maar nou ben je natuurlijk ook benieuwd waarom we je zo vroeg hebben gebeld vandaag. Want de jury heeft besloten om jou de eerste prijs toe te kennen Dank u op wel. dit concours. Nou Iris, ik moet je bekennen dat we je een beetje erin hebben geluisterd vandaag. Want we hebben je ouders eventjes gebeld gisteravond. Ja, Mijn want. moeder zit hier tegenover me en goede adviezen Die, dan. ja, talent in de familie. Want de jury heeft besloten jou de eerste prijs toe te kennen voor dit concours. Ja, Oh, wow. je hoorde al dat de jury nogal onder de indruk was van jouw performance. Maar zo onder de indruk dat ze hebben besloten om jou de eerste prijs toe te kennen van dit concours. Echt waar? Echt waar. Ja. Van harte gefeliciteerd, jongen. Proficiat. Zo.